Goeiedag, beste kijkers en luisteraars, broeders en zusters, God zegen. Ik ben er weer in uw huiskamer, in uw woning, samen met Koning Jezus, omdat hij me weer een opdracht gegeven heeft. Een opdracht die de komende jaren elke keer uitgevoerd zal moeten worden. En dat is proberen op zoveel mogelijk Bijbelonderwijs te geven, het woord te brengen naar de zuiverheid van wat er geschreven staat in de Bijbel. En vandaag ben ik er weer. God zegen. Het is dinsdag. Het is of u kijkt dinsdagavond of u kijkt zondagmiddag. Maar in ieder geval, welkom. Welkom, welkom, welkom. En we zijn blij dat u op ons bent afgestemd. En ik vraag je ook vandaag, beste broer en zus, dat als u een bijdrage wil leveren aan de voortzetting, want alles kost geld van dit werk, ja, onder dit programma, dan stuur je aan de onderkant het nummer en dan kunt u een bijdrage leveren. En die bijdrage die u levert is voor het werk van Bijbel Woord toe. En als u dat doet, doet u dat met een blijmoedig hart. Ik vraag u geen tienduizenden, honderdduizenden, maar draagt u bij. Het nummer is aan de onderkant. En dan wanneer u stort, SRD, dollar of euro, vermeld erbij dat het is van Bijbel Woord toe. En dan levert u een bijdrage, zodat we dit programma vaker bij u in de huiskamer kunnen brengen. En nog meer in uw huiskamer kunnen brengen. We danken u daarvoor. Vandaag ga ik praten over boosheid. Het is ook iets wat mensen eigenlijk, hoe ik wil zeggen, het woord toch gebruikt, kapot kan maken. Maar als je een kind bent van God, dan wordt u misschien boos, maar het gaat binnen de luttele seconde weer weg. Want u weet dat boosheid niet goed is. En u weet dat boosheid deuren opent, ja, voor de vijand. En daarover praat ik met u vandaag. Dus ik dank u. Maar voordat ik verder ga, laten we de Heer danken. Vader, we danken u voor vandaag. We danken u dat wij hier mogen staan en het woord mogen brengen namens u. Want we werken in opdracht van u. En alles wat we doen en uitspreken, doen we in de naam van Jezus Christus. Vader, ik dank u dat ik als uw dienstknecht hier mag staan. Ja, het is uw genade dat ik dit mag doen. Vader, ik vind het de eer om in uw koninkrijk te werken. Maar ook om mijn broeders en zusters thuis van het woord te voorzien. Vader, dank u wel. Wilt u ieder die luistert, vader, uw oren en ogen geestelijk openen, vader. En ik bedouw ieder die kijkt onder het machtig bloed. En elke stoorzender, vader, cancelen we en vernietigen we in de naam van Jezus Christus. Laten de woorden die ik uitspreek en de overleggingen van mijn hart zijn zoals u dat wil. Laat u wel geschieden. En we danken u daarvoor. In Jezus naam. Amen. Dus beste mensen, ik sta hier voor zij die laat hebben ingetuned. Ik sta hier en ik praat vandaag over boosheid. Het is een onderdeel dat voor heel veel schade zorgt. Niet alleen in de kerk, maar ook bij de mensen aan het werk in organisaties. Kijk naar al die sportbonden. Overal is er ruzie in die sportbonden. En dat heeft te maken met boosheid, arrogantie, hoogmoed. Maar ik ga nu speciaal boosheid bespreken met u. Want het gebeurt ook in onze gemeentes. En mensen worden boos. En als je boos wordt en boos blijft en daarna gaat roddelen en met bitterheid gaat rondlopen, beste broer, beste zus, dan bent u nog niet op die plaats waar u moet zijn. Wat staat er in Efeze 4, vers 26 en 27? Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast. Want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je hem voor het eind van de dag je boosheid, zorg ervoor dat je voor het eind van de dag je boosheid kwijt bent.
In vers 27 staat het, zo geef je de duivel geen kans. In andere versie staat dat zo geef je, maak je geen keel, zodat de duivel binnen kan sluipen. Wanneer je boos wordt, dan ben je open deur. Dan maak je die deuren van je open, van je geestelijk leven. Ik noem ze entry points. En wanneer die entry points er zijn, dan krijg je boze, de vijand, kans om te penetreren. En dan gaat hij ervoor zorgen dat hij de verkeerde dingen doet. Boosheid is niet goed. Boosheid is funest. Boosheid toont aan dat je een onvolwassen christen bent. Je kan een moment van boosheid hebben, maar het mag niet blijvend zijn. Wat is die boosheid die de kerk zo af en toe... Wat is die boosheid die de kerk beschadigt? Waar komt het vandaan? En hoe kom je ervan af? Want men gaat zeggen, ja, je bent mens. Ja, je bent mens. Natuurlijk, Jezus is ook boos geworden, omdat men het huis van zijn vader had ontheiligd. Jezus is boos geworden, omdat men, hij zei het zelf in het woord, het staat geschreven, jullie maken van het huis van mijn vader een rovershol. En hij is toen tekeer gegaan. Is hij boos gebleven? Nee, maar hij heeft een probleem opgelost, een probleem. Dus je mag best wel heilige boosheid hebben. Als je ziet iemand die vloekt en God beledigt, dan mag je boos worden, ja. Als je ziet dat er in de kerk de verkeerde dingen worden gedaan, dan mag je boos worden, ja. Beste broer, beste zus, wat is dat ding? Wat triggert u om zo boos te worden? Wat triggert u dat u zodanig boos wordt dat je jezelf verliest en dat je in een situatie komt waar je emotioneel beschadigd wordt, emotioneel mensen beschadigd, dat je misschien fysieke schade toebrengt door dingen kapot te slaan en kapot te maken? Boosheid is niet goed. Boosheid is een gevoel dat op verschillende manieren tot uiting komt. Agressie, verbaal geweld, schelden en fysiek geweld. Een gevoel dat loskomt wanneer er onrecht plaatsvindt in je leven. Wanneer er in je beleving iets niet gaat zoals je dat zou willen. Boosheid is funest. Boosheid kan op verschillende momenten plaatsvinden. Boosheid kan op verschillende manieren plaatsvinden. Boosheid vanuit het moeite hebben met het verwerken van een teleurstelling. Teleurstelling en frustratie. Boosheid vanuit onmacht. Boosheid vanuit pijn. Boosheid vanuit angst. Onmacht bijvoorbeeld. Je komt, er is iemand ziek. Je brengt de persoon naar de eerste hulp en ze doen laks. Dan kan je uit die onmacht, je maakt je zorgen om de persoon. Is een voorbeeld. Mensen worden daar kwaad. Vandaar dat mensen soms tekeer gaan bijvoorbeeld bij de EHBO. Boosheid vanuit pijn. Ja, boosheid vanuit angst. Boosheid, ja, wanneer je bang bent om je baan te verliezen, maar je weet dat die persoon verkeerd is. Maar dan word je zo boos, maar je kan niet zeggen, want if you last you rock in a masoor group ching. Boosheid vanuit grensoverschrijding. Die man komt 's morgens en hij raakt je rug aan en je durft niet te zeggen, want het is de baas. Boosheid uit zorg. Boosheid, ja, bij het opkomen voor rechtvaardigheid. Mensen kunnen op alle soort manieren boos worden. En boosheid is niet goed. Is het gerechtvaardigd? Hey. Ja, is het gerechtvaardigd? Hey. Misschien is het op sommige momenten gerechtvaardigd, want het is niet goed wat er gebeurt. Mensen, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kan me er boos op maken. Ik kan niet tegen nonchalance. Ik kan me er boos op maken. Maar ik kan ook niet tegen verwaandheid en hoogmoed. Ja, ik kan me er boos op maken. Ja? Dus wanneer we kijken naar wat er in ons land gebeurt en hoe er geregeerd wordt en hoe er zoveel onrecht plaatsvindt, ja, beste mensen, dan kunnen we er boos om worden. Want er wordt niet op de juiste manier, ja, het land bestuurd. Men schreeuwt wel, er gaan dingen goed. Ja, maar er gaan meer dingen fout dan dingen goed gaan. Ja, en dan wanneer je een minister of een president, ja, iets vraagt, dan worden mensen, doordat ze geen antwoord kunnen geven, boos. En dat is onmacht, maar dat heeft ook te maken met arrogantie en hoogmoed. Vanuit je machtspositie regeren. En dan praat ik even over aan die seculiere maatschappij. Maar in de kerk heb je het ook. Je hebt ook heel veel pastors, apostels, ja, bishops. Je hebt ook heel veel mensen die in het bestuur zitten van de kerk, die niet op de juiste manier handelen en praten. En wanneer men op deze mensen op fouten wijst, dan gaat men op een hele arrogante manier tekeer. En men gaat uit boosheid reageren. En dat heeft te maken, die vaak te maken met onmacht. Heeft ook te vaak te maken met gebrek aan kennis, gebrek aan bagage. Dus verschillende uitingen van boosheid, ja, kan, uitingen van boosheid kan op verschillende manieren. Ja, door geweld. Het gevoel kan zich uiten in geweld. Kijk wat er staat, beste broer, beste zus. Ja, in Spreuken 29 vers 11. Dwaze mensen worden meteen woedend.
Dwaze mensen worden meteen woedend, maar wijze mensen blijven altijd rusten. Als je weet wie je bent, ja, als je jezelf kent en je weet dat er iets gebeurt en je bent rustig, ja, dan zal je niet gewoon met boosheid op iets reageren. Dat wil niet zeggen dat het je niet irriteert. Dat wil niet zeggen dat je die onrechtvaardigheid accepteert, maar je reageert op een gepaste wijze. Ja? Nogmaals, wat staat er in Efeze 4, vers 26? Als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat je boosheid snel weer verdwijnt. Efeze 4, vers 26. Deze tekst, wat ik zo net heb gelezen, kwam uit de Bijbel in gewone taal. Boosheid kan finesse zijn. Boosheid kan een attitude zijn. Boosheid kan iets zijn wat in mensen zit. Ik zeg altijd, als iemand continu boos wordt, dan wil ik bijna zeggen, die persoon is demonisch bezet. Daarover kan je gaan discussiëren, daarover kan je gaan praten. Maar als het blijkt dat je steeds boos wordt, dan is het goed. Ik ga een paar voorbeelden uit de Bijbel halen. Wat zegt de Bijbel erover? Menselijke boosheid. Het voorbeeld wat ik voor je ga aanhalen is over Mozes in Exodus 39, vers 19 tot en met 20. Toen Mozes dicht bij het kamp was, zag hij het stierenbeeld. En hij zag de Israëlieten dansen. Hij werd woedend. En onder aan de berg gooide hij de stenen plat en kapot. Een ander voorbeeld van Mozes is in Exodus 2, vers 11 en 12. Op een keer kwam Mozes bij de mensen van zijn eigen volk. Hij was toen al volwassen. Hij zag hoe hard de Israëlieten moesten werken, maar ook hoe ze werden aangepakt. Hij zag ook dat de Israëliet geslagen werd door een Egyptenaar. Mozes keek om zich heen en zag dat verder niemand in de buurt was. Toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem vlug onder het zand. Maar weet je, die boosheid van Mozes, als het land voor Mozes, heeft hem ook in problemen gebracht. Daar kom ik straks op terug. Boosheid van God. Vernietigende. God was zo boos hoe de mensen zich gedroegen in Sodom en Gomorra. En hij heeft toen Sodom en Gomorra vernietigd, omdat de inwoners slecht waren en hun zonde ongehoord groot. Ze gingen maar tekeer en hielden met niets. Jezus was ook boos, had ik gezegd. Jezus was ook boos, omdat ze de tempel, het huis van zijn vader, hadden verontreinigd. En hij was zeer verontwaardigd daarover. Waar komt die boosheid vandaan? Boosheid begint in de geest. Ik zeg jullie altijd, we are spirit first. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. We are spirit beings. That's why when we communicate. Wanneer we communiceren met God, dan doen we dat in de geest. Ja, boosheid begint in de geest. Alles begint eerst in de geest. Want we zijn eerst geest. Boosheid is een attitude van de hart. Boosheid zit al vanaf onze geboorte in ons. Niet omdat ik je vandaag tegenkom en zeg van, hey, vandaag begint boosheid in je. Nee, dat is het niet. Het kan niet vandaag. Het zit gewoon in je. Het kan ook een generatievloek zijn. Opa altijd driftig, vader driftig, je driftig, je zoon na 2 jaar, 2 maanden allemaal driftig, ba. Let op, want boosheid is niet positief. Boosheid kan een generatievloek zijn. Boosheid kan een gevolg zijn van een demonische aanval of bezetting. En boosheid, ja, komt tot uiting zowel geestelijk als fysiek. En geestelijk is het niet goed, want dan worden er snode plannen gemaakt. Geestelijk is het goed, want dan gaan er dingen ontstaan in jou. Maar fysiek is het ook erg, want dan gaat men handelen op de verkeerde manier. Het kan van kwaad tot erger worden als het niet wordt aangepakt. Het kan omslaan in haat, bitterheid, agressie, depressie, eenzaamheid, negativiteit. Want if you know what man zei, you know man, die man, die man. You know what Shatlon, man. Willen mensen niet met je bemoeien. Dus je gaat eenzaam worden. Ik praat tot u vandaag. Jij die daar zit in die woonkamer.
Wat de loshat lok man die naar kon drijven. Vooral in deze tijd waar dingen mensen irriteren. Vooral in deze tijd waar je geen geld hebt. Vooral in deze tijd waar deze salaris te laat wordt gestopt. Je wordt boos, je wordt geïrriteerd. Want je hebt, kan je eten, kinderen geen eten geven. Maar laat die boosheid jou geen verkeerde dingen dat doen. Bid en ga tot je vader en vraag hem: Heer, ik zit in problemen. Bij u moet ik hulp zoeken. Psalm 120 vers 1. Dus zorg ervoor dat je bij God gaat om die boosheid weg te werken. Zorg ervoor dat je die boosheid voor God brengt, beste broer, beste zus. Want als je die boosheid op de verkeerde manier uit, dan heb je een probleem, beste mensen. Er gaat haat in je komen, er gaat bitterheid. Je wakker aan als je bitterheid. Wanneer er haat en bitterheid in je zit, gaat het omslaan in agressie. Gaat het omslaan in bloed, hoge bloeddruk, in suiker. Gaat het omslaan in kanker. Dat gebeurt er met mensen. Het is wetenschappelijk bewezen. Ja, ik heb hoge bloed, meer wat ik erg maar aan die mensen van je. Erger je niet? Als je een kind van God bent, heeft God een plan met je. Ja, vraag hem: God, wat is mijn plan? En focus je op God. Focus je niet op mensen. Want als je je focust op mensen, ga je boos gaan. Yo, je loopt president, heb je vraag. Ik broer, hey. De president is niet eens dat ik je broer, hey. Hij gaat maar lekker door. Beste mensen, zorg ervoor dat je je niet ergert aan die ene zuster in de kerk of die ene broeder. Zorg ervoor dat je je niet ergert aan die pastor of die deacon. Ja? Zorg ervoor dat die boosheid niet over jou gaat heersen. Want je hebt twee manieren. Je hebt boosheid in jezelf en je hebt boosheid op andere mensen. Beste mensen, je kan het wegdrukken. Je kan je tijd nemen om te bezinnen. Of je gaat op zoek naar die oorzaak. We gaan verkeerd om met onze eigen waarde. We gaan gewoon verkeerd om met onze eigen waarde. Als je weet dat je dan een shot landt, man. Als je weet dat je snel boos wordt. Dan moet je met mensen gaan praten. Dan moet je met God gaan praten. Dat hij je mensen aanwijst. Ja. Leg het in de handen van de Heer. Jona was ook boos geworden op God. Want hij had de opdracht gehad. Misschien geeft God je opdracht niet eens. Stel je voor dat God nu tegen je zegt van jou. Hé, je zit daar thuis. Maar morgen moet je naar, kwam naar Zomoto gaan. En die mensen gaan praten over het evangelie van God. Jo, raak. Ah, ik heb toch mijn ding om te doen enzovoort. Ik waarschuw je. God gaat je testen. En heeft Jona getest. Jona was boos. En God vroeg, zijt gij terecht vertoren, heb je het recht om boos te worden? Dat Jona een profeet, dat Jona moest doorrokken voor Masara. De ergste vorm van boosheid is het fenomeen Shatland, van iets van de laatste tijd. Het is iets van de laatste tijd dat veel heerst in Suriname. Shatland, korte land, onbeheersbare woede die in één keer kan ontstaan. Wanneer we praten over Charlotte, en op mijn trainingen leg ik het ook uit, want ik doe veel customer service training. Ook al staat die klant voor je neus en hij misdraagt zich, ja, dan kan jij niet ontploffen. Want wat zegt Charlotte? Korte land. Wat gebeurde vroeger toen we bomber gingen schieten, Uriari, als kinderen gingen we de volgende ochtend ja, naar buiten. En dan gingen we al die bombers die niet afgeschoten waren zoeken. En vaak genoeg hadden ze een korte land. En als je het aanstak, ontplofte het direct. En wat gebeurt er? Eigenlijk raakt het op. Dus if you know a shot long man, ik praat met u vandaag. If you know a shot long man, dan jokba. En niemand in de kerk, vooral als je in de leiding en in de bediening zit, kan boos worden. En soms heb je wat ze noemen heilige boosheid. Dat mag. Maar je mag nog steeds niet boos blijven. Beste broer, beste zus. Ik praat met u vandaag. Laat boosheid varen. Als het een probleem bij u is, ga met mensen praten. Want boosheid is niet goed. Je doet jezelf. Je doet jezelf. Je gaat steeds in discussie met mensen. Onbeheersbare woede die in één keer kan ontstaan. Boom, klaar, je ontploft. En in sommige gevallen komt er mijn vrouw, ja, vrouwen stakelen hun kinderen af. Of soms heb je zelf vrouwen die mannen aftakelen. En je hebt soms aan het werk, baas zegt tegen je, was aan niet, je ontploft. Iemand tegen je baas, niks. Je gaat met die auto van de baas op straat, je rijdt door gaten, je maakt die auto kapot. Omdat je boos bent. Beste mensen, ik praat met u vandaag. En als christen weet je dat dat totaal niet aan de orde mag zijn bij u.
Als je het gevoel van boosheid steeds krijgt, ga naar God terug. Ga bidden. Ga bidden. Beste mensen. Als mensen een chatland hebben, kunnen ze impulsief reageren op situaties. En hun boosheid kan moeilijk te beheersen zijn. Ze ontploffen. Wat altijd voor lastige, ernstige situaties zorgt. Laat het even zinken. Let it sink in. Ik kom zo bij je terug. Want dan kom ik met oplossingsmethoden. Het zal niet een lang verhaal zijn vandaag. Maar het gaat wel een belangrijk verhaal zijn vandaag. Amen. Dus zoals ik zei, word niet boos. Probeer jouw boosheid te beheersen. Je kwaad worden moet je direct indammen. En zoals ik al zo net zei, er zijn een aantal methodes om boosheid te verminderen. Kwaad worden of boos worden is menselijk. Het kan een moment zijn. Maar zoek er altijd een oplossing voor. Want met boosheid kan je heel veel dingen kapot maken. We moeten blijven praten. We moeten blijven communiceren. Het moment dat we niet meer praten, ontstaat er oorlog. Kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja? Bidden en vasten is een oplossingsmodel. Bevrijding en innerlijke genezing. Hoe kom je dat? Je gaat met iemand praten erover. En als het blijkt dat het iets is wat steeds terugkomt en je niet kan beheersen. Dat wil zeggen dat het ook een geestelijk probleem kan zijn. En door middel van bevrijding, ja, misschien is er een wond in jou die genezen moet worden. Ga je de persoon je eigen wil geven aan de Heer. Ja, en therapie natuurlijk. Therapie. Ja, daarvoor heeft God mensen. The battle is the Lord's. The battle is the Lord. Je hoeft niet alleen te vechten. God is met je. Ja, God zegt, be still. Psalm 46, vers 10. Be still, I am your Lord. Hij geeft alles aan de Heer. Werp jouw bekommernissen, ja, bij hem. Leg ze neer bij hem. Werp, Jezus zegt, breng ze bij mij. En hij gaat het voor je oplossen, beste broer. Wat doe je eraan? En als je omgaat met mensen die snel boos worden, ga je ook zo worden. Mensen die agressief zijn, als er 9 agressieve mensen zijn en je gaat met ze om, word jij de 10e. Is een wetenschappelijk bewezen. Als er 5 mensen zijn, ja, die miljonair zijn en businessmensen, en jij bent de 6e, word je ook een miljonair en een goede businessman. Dus als het negatieve mensen zijn, ja, 6 en jij wordt de 7e, dan word je ook negatief. Dus ga niet met mensen om die snel boos worden. Kijk eerst als je boosheid gerechtvaardigd is. Sommige mensen worden zomaar boos. Je rijdt in het verkeer. Je bent vergeten om richting te geven. Je wil afslaan. Die man tutert voor je. Je wordt boos. Samen met je tutertje. Maar je hebt geen richting gegeven. Dus het is onrechtvaardige boosheid. Ja? Kies eerst voor te wachten. Dan af te handelen. Zorg ervoor dat je in die rust bent. Dus er was aan triggery. Blijf even rustig. Tel tot 10. Zorg ervoor dat je jezelf onder controle hebt. Dat is dus een beetje van binnen. Zeg, je bent onze vader. Het gaat je tot rust brengen. Ja, mama, dat was eigenlijk gewoon onze vader. Papa die in de hemel zit. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Als uw koninkrijk komt, je weet waar het koninkrijk van God komt. Moet het koninkrijk van duisternis weken. En boosheid komt uit het koninkrijk van duisternis. Waar het koninkrijk, Jezus heeft gezegd. Ik kom met het koninkrijk van God. Ja, en hij komt met geweld. Ja, dus je moet de duisternis verdrijven met het koninkrijk van God. Dus moet je een tip, if je vindt dat je raakt, tapie aan even, tel tot 10, anosari, beggy. Beste mensen, we doen te weinig om niet boos te worden. Want we denken dat wanneer we boos worden, vooral toen denk ik, hoe je hebt toch, op een easy, of je hebt een pistool. Je denkt dat je geweldig bent. Dat geeft je ook geen recht om boos te worden omdat je denkt dat je in een machtspositie zit. Nee, boosheid is niet goed.
Als je nou groot bent, klein bent, dik, groot, biggie skin, met pistool, zonder pistool. Het is niet goed. En je mag niet boos worden. Beste mensen, zorg dat je niet verkeerd reageert. Want dan ga je handelen in het vlees. En op het moment dat je handelt in het vlees, dan ga je in de zonde. Wanneer zonde staat, ontstaat er een verwijdering tussen jou en God. En het loon van de zonde is dood. Dus if you dat blood man, dan ga je op een verkeerde manier met de boosheid om. You can't dead dead. Ik praat tot u vandaag. Boosheid is funest. Laat je helpen. Bid als je weet dat je snel boos wordt. Vooral ook in de kerk. Sommige mensen worden boos als die hun favoriete pastor niet predigt. Ik heb een geval meegemaakt in de kerk. Waar die usher zei tegen die dame, je moet aansluiten. Die dame zegt, nee, ga je best. Ze heeft tegen die dame, je moet aansluiten. Dat kind werd boos. Die usher is weggelopen. Ze is weer teruggegaan. De usher heeft tegen haar gezegd, mevrouw, zuster, u moet aansluiten. Als maar raak. Als maar zo na die is na 10 minuten is hij die is weggelopen. Dus die duivel heeft er gehad waar hij er moest hebben. Je moest die dienst niet volgen. En alleen maar door domme boosheid. Dus wat doe je eraan? Je kan soms ook voor confrontatie kiezen. Maar als je niet in die rust bent en geen liefde in je hebt, doe dat niet. Ja? Want je kan praten met iemand die onrechtvaardig bezig is. Blijf altijd rustig. Kies ervoor om het te laten gaan. Zo praten soms over die geest. Soms moet je denken van, hey, lieve Sanjere. Ja? 1 Petrus 4 vers 8. Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. Vergeef die persoon. Vergeef die persoon. En ik begin eerder te zeggen, wie ben jij om niet te vergeven? Wie ben jij? Jezus heeft ons vergeven. Ja, mensen gaan zeggen, ik schreeuw. Mensen gaan zeggen, ik schreeuw. Maar ik schreeuw dit jaar. Want we moeten vergeven. Horsmana ati, trombita ati. Ik waarschuw u vandaag. Boosheid is niet goed. Boy. Wat kan je er nog meer eraan doen? Wees geduldig. Geduld is essentieel. Wanneer je geduldig bent in die rust, dan kan je met die persoon praten. En het is echt waar, het lukt. Want als jij rustig bent, moet die persoon rustig worden. Ja? Geduld is essentieel wanneer je omgaat met iemand die snel boos wordt. Probeer begrip op te brengen. Jerzam Taki. Probeer begrip op te brengen voor hun gevoelens en frustratie. Ook al zijn hun reacties altijd onaangepast. Altijd ongepast. Vaak genoeg dat mij regeri, dat mij kost wel een dotaki, dat mij gewoon giebel op je moffel. Blijf rustig. Blijf rustig. Hij zegt van, het kan ook anders. Ja? Spreuken 14 vers 29. Wie geduld heeft, heeft veel verstand. Maar wie driftig is, verheft zichzelf naar dwaasheid. Spreuken 14 vers 29. Wie geduld heeft, heeft verstand. Je toont aan dat je verstand hebt. Maar wie driftig is, chatland, ja, verheft zichzelf naar dwaasheid. Daarom is geduld een teken van wijsheid. Terwijl onbeheerste woede een teken is van dwaasheid. Beste broer, beste zus. Vandaag praat ik met u erover. Er komt nog te veel boosheid. Er is nog te veel boosheid in dit land. Er is nog te veel boosheid in organisaties. Er is te veel boosheid bij de overheid. Er is te veel boosheid in bedrijven. Ik was laatst in een bedrijf. En wie zie van mij opname kan. En ik van, zijn wij mensen? Zijn wij mensen? Ja, beste mensen. We moeten ervoor zorgen dat we op de juiste manier met elkaar omgaan. We moeten fijne mensen zijn. We moeten niet lelijk tegen elkaar doen. Maar we gaan lelijk tegen elkaar beginnen te doen. Want dat komt vanuit een bepaalde boosheid. Ja, en boosheid leidt tot meer haat, bitterheid. Maar ook arrogantie en hoogmoed. Spreuken 16 vers 32. Wie geduldig is, overtreft een held. Wie zichzelf beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. Deze tekst onderstreept het belang van zelfbeheer. Zelfbeheersing is ook een van de vruchten van de geest. Zelfbeheersing. Efeze 4 vers 26 heb ik al voor u gelezen. Maar ik ga het nog een keer doen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen kans. Dit wijst erop dat boosheid op zich niet zondig is. Maar dat we moeten oppassen hoe we met onze boosheid... Daarom zeg ik tegen je, iedereen kan een keertje boos worden. Iedereen.
Iedereen kan een keertje boos worden. Maar we moeten ervoor zorgen dat we niet boos blijven. We moeten ervoor zorgen dat die boosheid niet omslaat in bitterheid. Dat rock! Op het moment dat je boos wordt, laat het gaan. Kan je niet gaan, ga in gebed. Zeg, God, ik geef mijn boosheid aan u. God is een God van vrede. God is een God van liefde. God is een God of control. Spreuken 19 vers 11. Het verstand van een mens maakt hem geduldig. En het is een eer voor hem om een overtreding voorbij te laten gaan. Geduld en het vermogen om vergevingsgezindheid te zijn, worden hier als waardevolle eigenschap. We moeten geduld hebben. Ja, die geduldheid moeten we opbrengen. En we moeten vergeven. We moeten vergeven. Efeze 4 vers 32. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar net zoals God jullie in Christus heeft vergeven. Wat zei ik zo net? Wie bent u om niet te vergeven? Geef God de kans om te herstellen wat verkeerd is gegaan. Blijf rustig en leg het in de handen van de Heer. Beste mensen, dit is het voor vandaag. Kort vertel ik u wat boosheid is. Kort heb ik u verteld hoe je met boosheid moet omgaan. En nu ga ik met u bidden om ervoor te zorgen dat die boosheid aangepakt wordt en verdwijnt. Vader, we danken u voor dit moment van gebed. We danken u, Vader, dat ik hier mag staan vandaag en bidden voor mijn broeders en zusters. In de naam van Jezus en in de autoriteit van Jezus bestraf ik die geest van boosheid, die geest van haat en depressie. In de naam van Jezus commandeer ik het om het lichaam van mijn broeder en zuster te verlaten. Ik spreek totale genezing uit en herstel uit voor de schade die boosheid heeft toegebracht. Vader, ik bid, Vader, in de naam van Jezus Christus, dat u degene die thuis zijn en u luisteren vult met uw liefde en beheersing van zichzelf, zodat de boosheid in het verleden mag behoren. Vader, ik bid van vandaag, Vader, voor mijn broers en zusters, dat ze totaal rustig zullen zijn. De rust van Jezus Christus zullen ontvangen vandaag, in Jezus naam. We danken u, Vader, voor vandaag. De Heer zegene u en de Heer behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus naam. Amen en amen. Tot de volgende keer. En remember, alles wat u doet, doe het in de naam van Jezus Christus. Alles wat u doet, doet u dat met de juiste motivatie van het hart. En alles wat u doet, doet u dat voor de glorie van onze Heer Jezus Christus. Halleluja, 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 amen. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. On wings of eagles, carry me, oh. To the place of prayer, carry me, oh. Holy Spirit, carry me. To the place of power, carry me, oh. Carry me, oh. 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 Hey. Holy Spirit, help me waters, carry me, oh. Carry me to realms of glory, carry me, oh.
Guide me, oh, guide me.
hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept kruisigen. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Als hij roept, het is volbracht. Ja, ik dank u voor uw genade. Voor mij droeg, u bewijst uw genade.
naar